dan de straat op. Vanmiddag, zaterdag, gingen we folders uitdelen. De 249 handtekeningen hebben we, maar we moeten natuurlijk steun verwerven op langere termijn. Dus gingen we met een aantal mensen, waaronder de vereniging Vrienden van de Amsterdamse Kabel, de straat op. Nou, laat ik u even vertellen, ontzettend veel buitenlanders. Maar ja, dat is goed voor Amsterdam. En misschien dat die CNN wel 4 gulden per maand waard vinden. Want dat was de algemene mening van de burger. CNN willen we wel terug, maar 4 gulden per abonnee per maand, dat komt neer op 50 gulden per jaar. Dat is toch wel een beetje onzinnig veel. Iemand zei zelfs, voor 25 miljoen per jaar, dat is de rente van het bedrag waarvoor je CNN misschien wel zou kunnen kopen. Nou, we praten dan ondertussen wel over 1 miljard of zo. Maar de boodschap is duidelijk. De Amsterdammer, die vindt dat hij door deze deal aan het korte eind denkt. En kijk eens, Martin Sterman, de bekende Amsterdamse activist uit de jaren 60 en 70, 82 jaar oud, komt op voor zijn rechten. Ja, het Leidseplein was misschien niet de beste plek. Laten we eens naar het Vondelpark gaan. En het wordt gelezen, dat ziet u. Op het Max Euweplein, en dat is in de lentezon, hartstikke gezellig. Ja, er wordt uitgedeeld. En kijk, daar kom ik ook nog aan. Niet veel Amsterdammers, want dat is de kreet. Bent u Amsterdammer? Lees dan even over het referendum. Over de manier waarop u als burger eigenlijk voor een paar honderd miljoen wordt in het ootje genomen. Sigaar uit eigen doos. Een actie die, zoals u ziet, al behoorlijk aanslaat. Heel wat mensen die zeggen, dat steunen we. Heel wat mensen die al zijn komen helpen om folders te verspreiden. Want er moet brede druk komen op de mensen van de gemeenteraad. Het argument is nu dat de spoedeisendheid van deze zaak, en dat betekent dus dat ze zeggen dat A2000 druk erop gezet heeft, dat de spoedeisendheid van deze zaak ertoe zou leiden dat dit besluit van BMW en van de gemeenteraad dus niet referendabel is. Kortom, het recht op referenden wordt ons weer afgenomen met een smoes. Net zoals bij Ruigoort, net zoals een paar jaar geleden met het eerste referendumverzoek rond A2000. En dat vinden we eigenlijk een aanpassing van onze rechten. Want er is helemaal geen spoedeisendheid. Er is helemaal geen reden om te zeggen dat het nu plotseling met een paar dagen rond moet zijn. Er is al 1,5 jaar gepraat. Men weet al jaren dat het een slechte zaak is. Dus waarom nu zoveel haast? Door A2000 met 3 gulden, 40, misschien 4 gulden per maand. Meneer, wat vindt u er nou van dat u meer moet gaan betalen aan de kabelmaatschappij in Amsterdam? Dat vind ik onterecht, om te gaan betalen voor iets wat ik niet graag wil. Wat wilt u wel, hè? Dus nee, maar je gaat dus meebetalen omdat je wat aandelen hebt. Dus dat vind ik onterecht. Dat vind ik een beetje diesel eigenlijk. Wij betalen nu 16,52 gulden in Amsterdam en dat komt dan 3,40 gulden tot 4 gulden. Ja, 20 gulden wordt het wel, ja. En wat vindt u dan ook op die 9 gulden die verdwenen is, 3 miljoen meer, die weggegeven worden na 2000 door de voormalige wethouder, mevrouw Van der Giezen? Ja, ik denk dat ze alleen maar in de belang zijn voor de commercie, ik weet het anders niet. Want ik zou niet weten wat ze met dat geld moeten doen, dus gewoon terug laten vloeien aan de commercie. En u, mevrouw? Wat vindt u er nu van, wat A2000 nu allemaal wil en wat misschien de gemeente ook nog gaat toestaan? Het is gewoon een schandalige zaak. Gewoon mensen kunnen dit absoluut niet betalen. En ook zeggen ze hier eigenlijk met heel hebben, zoals CNN en NTV en zo. Geef mij niet zaak, zal ik nooit opzetten.
Uiteindelijk gaat het dan naar een basispakket en voor de rest van de zender, zoals bijvoorbeeld de commerciële, dan heeft u straks een decoder nodig. Kost waarschijnlijk ook weer extra. Ja, ja. En dat is toch de zender waar je het meeste kijkt. Tenminste, een gemiddelde Amsterdammer, denk ik. Dus de dag zoals het nu is, zou moeten blijven, volgens u? Ja, dan bij wijze van spreken over Eurosport, of bij zou ik nog... Eurosport? Ja. Sport liever? Ja, wel ja. Ja. Nou, misschien ook dat andere mensen ja, dezelfde mening hebben als u. Ik denk ook dat er vele mensen zijn die er tegen zijn. In de buurt, ik woon toch niet in een gewone, volgens mij, maar laat ik zeggen, een betere buurt buiten Amsterdam, Nieuwwijk. Dan hebben we allemaal hetzelfde idee. Ik vind liever uit als je voor iets moet betalen wat je niet wil. Vind je niet, dat je niet hoort. Hoort van het. Moet je vrij zijn. Huh? Nou, steun het initiatief dan maar van het referendum en we komen hier nog op terug en blijf het volgen allemaal. Nou, ik vind het mooi dat jullie dat opnemen, jongeren, allemaal prachtig. Dat hoort ook zo. Wij kort hard, zeg maar. Ja, wij moeten nu weer opkomen voor de wat oudere generatie. Het moet ook betaalbaar blijven voor de wat oudere inwoners van deze stad, toch? Ja, vind ik ook, ja.